De tweede wet van Newton. Nou, als er een kracht werkt op de auto, resulterende kracht, dan zal die versnellen. Als je diezelfde kracht uitoefent op de grasmaaier, zal die meer versnellen, omdat die minder massa heeft. En daar gaat het over. Nou, we gaan bekijken wat is traagheid en wat zijn toepassingen van de tweede wet van Newton. Nou, hier ligt een muntje met een kartonnetje eronder. En als je daar een tikje tegen geeft of je trekt hem in één keer weg, valt het muntje in het water. Nou, hoe komt dat? Het muntje heeft traagheid. Het heeft namelijk een bepaalde massa. En als het stil ligt, wil het eigenlijk gewoon stil blijven liggen. Als het zou bewegen, dan wil het gewoon blijven bewegen. Denk daaraan als je in een auto zit en je rijdt ergens tegenaan. De auto staat stil, maar jij blijft gewoon bewegen. Nou, als je nou een grotere massa hebt, heb je meer traagheid. En dat betekent dat je langzamer optrekt. Maar ook langzamer tot stilstand komt en moeilijker van bewegingsrichting kunt veranderen. De tweede wet van Newton, die legt een verband tussen de resulterende kracht, de massa en de versnelling. En dit is je formule, F resulterend is M keer A. Dus dit is je resulterende kracht in Newton. Massa is een kilogram en A is de versnelling in meter per seconde in het kwadraat. Nou, wat is 1 newton? 1 newton is gelijk aan de resulterende kracht die 1 kilogram een versnelling van 1 meter per seconde in het kwadraat geeft. Is dat logisch? Even terug. Als we hier hebben 1 kilogram en hier 1 meter per seconde in het kwadraat, dan krijg je hier ook 1 uit. Dus 1 newton geeft een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 meter per seconde in het kwadraat. Een voorbeeld. Een auto trekt in 4 seconden met een constante versnelling op. Want stilstand naar 54 km per uur. De massa is bekend. Hoe groot is nou de resulterende kracht, oftewel de resultante, die de auto laat versnellen? Je schrijft de gegevens op. Beginsnelheid, eindsnelheid delen door 3,6. Delta t is bekend en de massa. Nou, F resulterend wordt gevraagd. Dat is m keer a, maar dat lukt niet, want je hebt geen a, geen versnelling. Dus je rekent eerst a uit. Dat is delta v gedeeld door delta t. Maar zoals je ziet, je hebt ook geen delta v, dus die ga je eerst uitrekenen. En delta v is v eind min v begin, is 15 meter per seconde. Vul hem in. A is delta v gedeeld door delta t. Dus je versnelling is 3,75 meter per seconde in het kwadraat. En de resulterende kracht is dan m keer a, 800 kilogram, keer 3,75 meter per seconde in het kwadraat, is 3000 newton, oftewel 3 kilonewton. Nog een voorbeeld over de Airbus. Die motoren leveren bij de start een stuwkracht van 1,6 meganewton. En de totale massa is 5,6 keer 10 tot de macht 5 kilogram. Hoe groot is nou de versnelling gedurende de eerste seconde van de start? Als je de wrijving mag verwaarlozen. En toon aan dat de snelheid van de Airbus na 3 seconden 6,4 meter per seconde is. Nou, de versnelling, A is delta V gedeeld door delta T, maar dat lukt niet, dus dan heb je die andere nodig. F resulterend is M keer A. F resulterend is M keer A. Nu moeten we de formule omschrijven, omdat we A moeten hebben. Dan wordt het A is F resulterend gedeeld door M. En dan vul je hem in en dan krijg je een versnelling van 2,1 meter per seconde in het kwadraat. Nou, wat is de snelheid na 3 seconden? Hij gaat elke seconde 2,1 meter per seconde harder. Dus na 1 seconde 2,1, dan 4,2 en dan 6,4 afgerond meter per seconde. Schrijf je formule A als delta V gedeeld door delta T om. Dan wordt het delta V is A keer delta T. En dan kom je ook uit op 6,4 meter per seconde. Nou, samenvatting. Traagheid. Een voorwerp gaat zijn beweging tegen. Eigenlijk betekent het ook gewoon... Massa is traag. Hoe meer massa er is, hoe meer traagheid, hoe moeilijker het voorwerp tot stilstand te komen is, te krijgen is, of om een beweging te krijgen. En de tweede wet van Newton is F resulterend, dus M keer A.